Rosalie en vandaag heb ik weer een nieuwe video. En in deze video heb ik een shoplog voor jullie. Ik ga vandaag laten zien wat ik deze afgelopen maand heb gekocht. En ik deed al eerder vroeger op mijn kanaal. En dat vonden jullie zelf echt heel erg leuk. En ik vond het zelf ook heel erg leuk om op te nemen. Maar het is een beetje verwaterd geloof ik. Want ja, op een gegeven moment deed ik het niet meer. En ik wil het graag gewoon weer oppakken. Dus daarom heb ik weer voor jullie maandag een shoplog. Het is nu wel echt midden in april. Maar dat maakt nu even niet uit. Dus ik ga vandaag laten zien wat ik deze maand heb geshopt. En ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Doe zeker je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier onderin. En we zijn bijna bij de 50.000. En ik heb echt al superleuke bedrijven kunnen benaderen om met mijn winactie mee te doen. Dus ben je nog niet geabonneerd en wil je mijn winactie niet missen, abonneer dan zeker weten hieronder. Het is helemaal gratis. En wie weet ben je dan wel een van de paar leden die ik nog nodig heb voor de 50k. Nou, ik ga dus nu deze shoplog beginnen. Ik heb er heel veel zin in en laten we snel beginnen. Let's go! Ik weet eigenlijk echt niet meer wanneer ik wat heb gekregen, maar ik weet natuurlijk wel nog de bedrijven. Als eerste ga ik met jullie My Jewelry bespreken. Ik vind dat zelf echt een heel erg leuk bedrijf. En van hun mocht ik dus wat uitzoeken op hun website en ik heb echt de meest leuke dingen uitgezocht. Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet alles van wat ik heb gekregen kan laten zien, want er zit ook een shirtje in de was. En die kan ik er nu niet uithalen, want die zit net in de was. Dus daarom kan ik die niet laten zien, maar ik heb wel de overige spullen die niet in de was hoeven, die heb ik hier liggen. En laten we beginnen met het grootste, want daar ben ik echt... Oh mijn god, ik had niet verwacht dat ik die zou krijgen en het is echt fantastisch. Dat is namelijk deze tas. En deze tas is dus helemaal rood en ik heb nog nooit een rode tas gehad. En waarom ik hem zo leuk vind is eigenlijk... Ja, hij ziet er als eerst heel erg leuk uit. En ten tweede, hij is ook heel erg praktisch. En ik hou echt van praktische tassen. Ik heb eigenlijk bijna geen één praktische tas, wat ik wel een beetje apart vind, maar oké. Maar deze tas heeft dus drie vakken. Eén ritsvak en twee grote vakken. En daardoor kan je dus je spulletjes eigenlijk heel goed verdelen. Mijn indeling is meestal hier aan de voorkant heb ik wat mijn vlogcamera zitten met een extra batterij, eventueel een doekje of zo. In het middenvak heb ik meestal mijn portemonnee zitten of mijn statief. Ik weet niet of ik die keer, dit keer ook in heb zitten. Ja, een statief voor mijn camera. Die heb ik daar ook in zitten. En eventueel iets van oortjes of mijn telefoon. Gewoon wat belangrijke spullen. Die heb ik daarin zitten. En dan heb ik in het achterste vak, dat is ook wel leuk om te laten zien, heb ik deo, een stift, ongesteldheid dingen. En even kijken hoor, een elastiekje. Ik heb geloof ik ook nog iets van een parfummetje erin zitten. En een borstel en tissues. En dat is zeg maar gewoon voor de zekerheid. Dat is echt het voor de zekerheid gedeelte. Dus die heb ik hier aan de achterkant zitten. En dat vind ik zelf heel erg prettig om mee te nemen zo. Voor de rest zit hij er gewoon zo aan de achterkant uit. En hij heeft dus zo'n strap. En je kan natuurlijk ook nog vasthouden hieraan. Maar ik doe hem altijd gewoon om mijn schouder heen. Ik vind hem zelf echt fantastisch. En de kleur ook. Dus dit is zeker weten een aanrader. Het tasje is eigenlijk met een sjaaltje eromheen. Wat ik zelf heel erg leuk vind voor in de zomer. Maar ik had een keer een outfit aan waar die kleurtjes niet helemaal bij paste. Dus daarom heb ik die er even afgehaald. Maar die kan er wel omheen. Dus dat is zeker weten leuk. Als je een beetje wil spelen met je tas. Ik heb als laatste wat ik kan laten zien is dit telefoonhoesje. Hier staat op, ik zal hem even laten zien. Dit is het telefoonhoesje en er staat op Le Tigre. En dat is dus in het Frans de tijger geloof ik. En met dus een tijgerkop erop. En het is fantastisch, want hij is dus flexibel, siliconen. Hij beschermt goed en ik vind dit patroontje gewoon fantastisch. Dus deze heb ik heel vaak onder mijn mobiel in zitten. En ja, hij is nog helemaal niet beschadigd of zo. Echt een tophoesje. Ik geloof dat ze hem ook gewoon in iPhone 6, iPhone 7, 8 en natuurlijk de 10. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. En zeker weten een aanrader als je nog een heel goed hoesje zoekt. Misschien weten mensen nog wel van vroeger, maar ik heb vroeger gefilmd met mijn Canon 750D voor vloggen. En ik heb hem nu dus hier staan. Dat is mijn normale camera. Hier film ik altijd mee. Maar ik merkte gewoon dat ik minder ging vloggen omdat het zo'n groot ding was. En ik wou heel graag iets van een kleiner cameraatje, want mijn telefoon... vond ik wat te onprofessioneel. En toen was ik een beetje aan het kijken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb wel de camera die ik al heel graag wou. Die heb ik nu gekocht. En dat is namelijk de Canon G7X. Ik denk dat bijna elke vlogger wel heeft. Je kan het dus weer uitklappen. Je kan het dus aanzetten. En hij geeft echt top beeld. Er zit nu geen geheugenkaartje in. Anders had ik wel even een stukje voor jullie al gevlogd. Maar ik heb er ook nog wel een vlog mee opgenomen. En die is deze zondag online gekomen. Je hebt hem al kunnen bekijken. En daar kan je dus een beetje de kwaliteit zien. En laat ik hem ook unboxen. En ik ben er zo blij mee. Dus deze ga ik zeker weten meenemen. Daar de Tutu Gathering. En
Ja, echt heel erg blij mee. Echt een soort van, ik hou gewoon van camera's en ik vind het gewoon heel erg leuk dat het allemaal van Canon is. Gewoon allemaal zo'n heel erg mooi setje of zo. Ja, ik ben er gewoon heel erg blij mee en dit is nu mijn nieuwe vriend. Dan heb ik nog wat verzorgingsspelletjes die ik heb gekocht. En die kon je geloof ik ook in die weekvlog zien. Ik weet niet zeker, maar geloof het wel. Maar ik laat het gewoon even zien, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Als eerste heb ik deze Super Lash Serum van de Kruidvat gekocht. En het is dus eigenlijk, ze zeggen dat je wimpers er langer van worden en wat voller. En ik ben hem dus nu aan het uittesten. Ja, ik merk nog niet extreem veel verschil. Maar ik vind het gewoon grappig om gewoon te proberen. Je moet iets van 16 weken gebruiken. Elke dag. Dus ik laat je natuurlijk wel weten als de 16 weken voorbij zijn. Maar dat doe ik nog wel eventjes. Ik ben in ieder geval benieuwd of het een beetje werkt. Ik heb wel alvast voorfoto's gemaakt. En na een maandje ga ik weer foto's maken. En zo probeer ik dus soort van collages te maken met allemaal vooruitgang. Als dat er is. En dan laat ik je natuurlijk weten of ik het fijn vind. Maar deze heb ik dus gekocht. En ik ben heel benieuwd. Heb je er ervaring mee? Laat me even weten hier in de comments. En ja, dus die heb ik gekocht. Nog twee verzorgingsspullen. En deze heb ik alweer gebruikt zoals je ziet. Maar ik heb dus de tonic van de Aldi. Die is heel erg fijn vind ik zelf. En de Kruidvat micellair water 3-in-1 heb ik ook weer gekocht. Dus daar maak ik altijd mijn gezicht mee schoon. Je ziet het al, ik heb ze alweer gebruikt. Maar ja, deze twee dingen gebruik ik dus altijd voor mijn verzorging. En heb ik weer opnieuw gekocht. Ik ben dit weekend naar Leiden geweest. En dan ben ik samen met mijn vriendin Lotte naartoe geweest. En hebben we lekker foto's gemaakt, lekker geluncht. En hebben we geshopt. En ik vond het zelf gewoon heel erg leuk om lekker al die winkeltjes af te gaan. En ik had ook wel een doel om een Dutchie Together Ring outfit bij elkaar te gaan zoeken. En om een leuk zomerjasje te kopen. En we gaan beginnen met dit zomerjasje. Want die heb ik gevonden bij de Poelmeer. En ik denk dat dit soort jasjes wel iedereen kent. Het is namelijk zo'n jasje met een capuchon. En ja, ik weet niet wat precies. Ja, het is, ik weet niet hoe het noemt. Maar in ieder geval, dit is mijn zomerjasje dus in de kleur legergroen of zoiets. De details vind ik trouwens ook heel leuk, want op de zakken zie je ook van die knoopjes zitten als je het goed bekijkt, hier. En voor de rest is hij gewoon heel erg luchtig. Ik moet zeggen dat als het gewoon heel erg warm is, dan wil je liever geen jasje aan. Maar het is wel handig als misschien nog een beetje de koude dagen komen, dat ik dan nog een jasje heb die niet te warm is zoals mijn winterjas. Dus deze heb ik gekocht en deze was maar 20 euro bij de Poelmeer. En hij is echt zo leuk. Dus dit is mijn zomerjasje slash nog een beetje lenteachtig. En ja, dus dat heb ik nu gekocht en ik ben er heel erg blij mee. Ik zei het al, maar ik heb dus mijn Dutch YouTube Gathering outfit bij elkaar kunnen vinden. En ik heb alles bij dezelfde winkel gekocht, namelijk de Bershka. En ik ben er zo blij mee. Ik wou al heel lang zo'n vrouwenpak. Dat is nu helemaal in, geloof ik. Dat vrouwen dus nu ook pakken mogen dragen, maar dan een beetje fashionable. Dus ik heb van alles gekocht bij de Bershka. En als eerste, ik heb trouwens dat andere shirtje die ik eigenlijk ook had gekocht. Die zit nu ook in de was. Dus ik laat nu even alleen de witte kleur zien, want ik heb twee dezelfde shirtjes gekocht. Maar ze waren zo leuk en ze zaten echt super lekker. Ik heb namelijk dit witte shirtje gekocht. En je zou denken, oh, dat is best basic. Maar hij heeft dus 3/4 mouwtjes. En hij heeft een colletje. Ik vind het zelf echt gewoon een heel erg leuk shirtje. Omdat hij gewoon wat meer... Hij ziet er gewoon heel erg basic uit. Maar door dat colletje vind ik hem gewoon heel erg leuk. Voor de rest is hij gewoon basic. En valt hij gewoon als een normaal shirt. Maar ik hou echt van colletjes. Dus hier was ik helemaal blij mee. De stof is trouwens ook heel erg zacht. En ja, echt een top shirtje. Maar voor 10 euro. Dus goede deal. En dan heb ik dus hier mijn pak. En ik heb hem even op een hanger gedaan. Je ziet hem niet zo heel goed. Maar ik zal even, in mijn verhaal staat op Instagram, staat ook nog een, ja, wanneer ik hem aan heb. En op de Dutch Shoe Gathering, als ik ga vloggen daar, zie je hem ook nog wel verschijnen. Dus ik ga hem nu niet aantrekken. Maar dat zien jullie dan wel, denk op mijn verhaal en in de weekvlog van Dutch Shoe Gathering. Dus die ga ik deze week opnemen. Ik denk dat hij volgende week weer online komt. Dus dan zie je ook gelijk hoe hij staat. Ik ben er zelf echt extreem blij mee. En er zit dus nu een broek bij. En die was 20 euro. En deze broek heeft dus gewoon klittenband. Of hoor mij nou, klittenband. Nee, er zit elastiek in. En er zitten dus ook van die achtervakken in. Ik geloof dat die nep zijn, ja. En aan de voorkant zitten er wel echte vakken. Of zakken bedoel ik. En aan de onderkant is hij afgewerkt met een omgeslagen randje. Wat ik zelf heel erg schattig vind. En hij zit echt top. Ik heb zelf een XS. Ze vallen gewoon normaal, vond ik. Dus
ging iets te kort bij de benen bij sommigen. Maar ik vond mezelf fantastisch. En dan heb ik hier het blazertje. En deze was 30 euro. Dus voor 50 euro had ik gewoon bijna een complete outfit. Plus shirt was dat 60 euro. Nou, dat vind ik zelf best wel goedkoop voor een hele outfit. Dus ik heb hier het jasje. En het jasje is ook heel erg leuk afgewerkt met een beetje omgeslagen mouwtjes. En zakjes die nep zijn, maar wel erg leuk. Zoals je hier ziet. En er zit een beetje schoudervulling in, wat ik zelf heel erg grappig vind. Het ziet er nog wat zakelijker uit. En ik vind het zelf heel erg leuk om te combineren. En ja, dat is mijn Dutch YouTube Gathering outfit. Ook weer een leuk hoesje, want ik hou erg van hoesjes. Maar deze heb ik gekregen van Ideal Sweden. En je zou wel denken, waarom? Maar daar komen jullie allemaal later achter als ik de 50k heb gehaald. Maar dit hoesje heb ik dus gekocht met panterprint, of gekregen bedoel ik. En ik ben er zo blij mee. Ik vind hem zo leuk. En ja, ik ga deze zeker vaak dragen. Dan nog even in de kleding te blijven, heb ik ook nog mijn eigen shirt uitgebracht. Samen met Beautiful Bijou. Dat is namelijk dit shirt met Rose erop. En zelfs in het labeltje staat Rosalie. En dat vind ik zelf echt heel erg leuk. En ik vind hem zelf gewoon heel erg top. Om gewoon lekker te combineren met een spijkerbroekje en misschien een leuk leerjasje. Een linkje zal hier in de beschrijving staan van waar je dit shirt en de trui kan kopen. En ja, doe het zeker als je het leuk vindt. En ja, ik ben er zelf gewoon heel erg trots op. Dus dat wou ik nog even aan jullie laten zien. En nu gaan we door naar de laatste paar kledingstukken. Nog weer een shirt, maar dan van Lovies. Maar dit shirt die zit gewoon heel erg lekker strak. Een beetje stretchy ook. En ja, echt een top shirtje. Waar ik het dan bij draag is bij deze flared broek. En hij is nog een beetje te lang voor mij. Maar aan de bovenkant zit hij wel goed. Dus hier heb ik een rode flared broek. En deze ga ik zeker weten aandoen als het zomer wordt. En hij loopt dus wijd uit, wat dus een flared broek is. En ik vind dat zelf gewoon heel erg leuk te combineren met dus dat mondje shirt. En als laatste ga ik nog even mijn verjaardagscadeautjes laten zien. Waar ik zelf echt enorm blij mee ben. En ja, als eerste zijn dat mijn oorbellen. Ik zal ze nu even hier dichter in beeld laten zien. Deze oorbellen zijn van Eline Roos en van Omaya. Ik zal het hier even in beeld laten zien. Maar in ieder geval, daar heb ik mijn oorbelletjes van. En die heb ik dus gekregen. Ik heb dus 3 paar oorbellen gekregen. Ik heb ook nog een spiegel gekregen. Je ziet hem ook wel een beetje reflecteren. Maar deze gouden spiegel van de Xenos heb ik ook gekregen. Waar ik zelf ook heel blij mee ben. Want de meeste gouden spiegels zijn extreem duur. En deze was geloof ik 10 euro. Dus ik ben er zo blij mee. Eindelijk een gouden spiegel. En die kan ik leuk bij mijn kaptafel neerzetten. Dus deze heb ik ook gekregen. Ook nog een heerlijke badjas van de Hema. En oh, deze is zo lekker zacht. Ja, ik heb nu weer een nieuwe badjas. En deze is echt hemels. Dus dit is mijn nieuwe badjas. En die ga je zeker weten wel een keer zien als ik in de vlogs aan het opmaken ben in mijn badjas. En als laatste dit sieradendoosje van Sissy Boy. Ik kan hem niet helemaal perfect laten zien. Maar er zit dus een deurtje in waar je dus hem open kan maken. En ik heb hier allemaal doosjes in zitten. Dus van Le Aventure, Eline Roos en van Zus. Maar hier heb ik dus dit sieradendoosje gekregen. Ja, dit is ook weer een nieuwe aanwinst voor op een make-up tafel. Dit is dan het einde van deze video en ik hoop dat je een leuke video hebt gevonden. Ja, dit zijn dus de geshopte spulletjes die ik me nog kan herinneren van wat ik heb gekregen of gekocht. Ik ben er zelf echt heel erg blij mee en misschien heb ik jou wel een beetje geïnspireerd met bijvoorbeeld een leuke tas die ik heb laten zien. Dat jij die misschien ook wilt. Laat maar even weten. Laat maar weten of je ook misschien shopte spullen hebt gekocht deze maanden. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. En dan zie ik jullie volgende week zondag of donderdag weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot dan. Doei doei!